Op 2 en 3 augustus 2018 zal er een cultureel uitwisselingsfestival voor jongeren plaatsvinden in het cultureel centrum Palmentuin. In dit kader is de Palmentuin op dinsdag 24 juli jongstleden van start gegaan met een verfraaiingstraject. De onderdirecteur van het directoraat cultuur, mevrouw Bolasing Helstone, vertelt meer hierover. Het is de bedoeling dat we hier in de Palmentuin het verfraaiingstraject ingaan. Dat houdt in dat we alle banken van een mooie frisse kleur voorzien. En verder alle bloempotten die we hier hebben, maar ook de reguliere werkzaamheden, schoonmaken, vuil ophalen en zo. Dat is de bedoeling van vandaag. Het cultureel centrum Palmentuin, zoals het officieel heet, is een van de afdelingen van het directoraat cultuur. En het hoort bij het regulier werk dat we, het is ook de achtertuin van de president, dat we dit onderhouden. Maar voornamelijk ook een beetje in versnelling, omdat we 2 en 3 augustus hier een cultureel uitwisselingsfestival hebben voor kinderen en jongeren. En we maken hem een beetje vrolijker, een beetje kindvriendelijker. De sponsor is de heer Mangre, P. Mangre en Son, aannemersbedrijf vanuit Kommewijnen, die ons een donatie heeft gedaan in de vorm van verf, kwasten, rollers, alle materialen die erbij horen. Maar ook het wassen van de banken, het schoonmaken van alle bloempotten en zo. En nog wat andere werkzaamheden. We zijn bezig eerst al die banken te wassen en de vijvers ook. Dus de vijvers gaat het op het laatst gewassen worden en geverfd worden. En die fontein gaat ook in werking komen. Ik ben huisuit aannemer. Een aannemingsbedrijf heb ik. Met zwaar materieel. Dus ik doe grote werken. Voor de overheid, laten we zeggen, voor de LVV, voor OW, voor RO. En daaruit wat ik verdien. Zo. Geef ik de samenleving een kwart, de helft zo, geef ik de samenleving terug. En dat is mijn bedoeling. Okay.